Hallo dames en heren. Gaat u graag naar de dokter? U wel? U niet? Ik ook niet. Maar soms moet het gebeuren, hè? Vindt u ook niet? Vindt u van wel? Vindt u van niet? Vind ik ook, ja. Heeft u dat al eens aan de hand? Iets waaraan u ooit begonnen bent en dat u nooit heeft afgemaakt? U wel? U niet? Ik, niet zo vaak. Soms, heel af en toe. Hallo allemaal. Ik wil dit even onder jullie aandacht brengen. Omdat het voor mij ook goed gewerkt heeft. Ik hoorde een arts op tv zeggen dat we, als we tot innerlijke rust willen komen, iets waaraan we begonnen zijn af moeten maken. Omdat we eigenlijk allemaal wel wat meer rust in ons leven willen hebben. Als u dat dan wilt afmaken waaraan u ooit bent begonnen, maar nooit heeft afgemaakt, maakt u dat dan meestal af, dames en heren? U wel? U niet? Ik wel, meestal. Daarom ben ik in huis gaan rondsmuffelen. Naar zaken waar ik aan begonnen was en nooit had afgemaakt. En omdat ik een paar halfvolle flessen in huis had liggen en ik niet vaak alcohol drink, daarom besloot ik om een paar vrienden uit te nodigen. Ah ja, want het is bijna oud opnieuw en dan moet er gefeest worden. Met die halfvolle flessen erbij, hè? Dus, omdat ik niet zo vaak alcohol drink, daarom besloot ik om een paar vrienden uit te nodigen. Om oud opnieuw te gaan vieren. Met die halfvolle flessen. Een paar vrienden die wel stevige drinkers zijn. Om met hun mee te drinken. Het werd een gezellig feestje. Drinkt u graag Merlot, dames en heren? U wel? U niet? Ik drink niet zo vaak alcohol. Ik heb vervolgens een fles Merlot leeggemaakt, die nog half vol was. Drinkt u graag Chardonnay, dames en heren? U wel? U niet? Ik drink niet zo vaak alcohol. Daarna dronken we een fles Chardonnay. Die werd dus ook leeggemaakt. Drinkt u graag Baileys, dames en heren? U wel? U niet? Ik drink niet zo vaak alcohol. Toen dronken we een fles Baileys. Die werd ook nog leeggemaakt. Drinkt u graag rum, dames en heren? U wel? U niet? Ik drink niet zo vaak alcohol. En een fles Wim
Die werd ook nog leeggemaakt. Eet u graag snoepjes van M&M en chips van Smits, dames en heren? Tegenwoordig noemen ze dat lijst, denk ik, als ik mij niet vergis. U wel? U niet? Ik wel. Doe nog een doos snoepjes van M&M en nog wat chips van Smits. Dat werd er allemaal opgegeten. Drinkt u graag whisky, dames en heren? U wel? U niet? Ik wel. Ik heb het ooit wel graag gedronken, af en toe, maar tegenwoordig drink ik niet meer vaak alcohol. Ook nog een Russie whisky werd opgedronken. Je hebt geen notie van hoe ik me nu voel. Stuur dit filmpje aan al je vrienden die rust nodig hebben. Fijne avond. En zeg dat je van ze houdt. Merry Christmas en de Happy New Year. Dames en heren. Het is echt waar dat ik niet vaak alcohol drink. Dus bij de momenten dat hier gepraat werd alsof ik zat en dronken was, deed ik alsof, puur voor de show. Maar dit was niet echt. Ik vond het terug op Facebook en ik moest het gebruiken in mijn stand-up comedy act, vond ik. Dit was mijn stand-up comedy act, dames en heren. Hopelijk hebben jullie er een beetje van genoten.